werken aan speciale werkloosheidsprojecten. Ik ben de hele week van huis en moet in Den Helder bomen planten in de woeste duingronden. Petra, wat gaat gebeuren? Nou, wat gaat er vandaag gebeuren? Ik ben hier in de gemeente Den Helder vanuit de stichting IVN. En wij gaan hier een samenwerkingscontract ondertekenen met wethouder Peter de Vrij van de gemeente Den Helder. Een samenwerkingscontract Tiny Forest. Den Helder is partnergemeente geworden in Tiny Forest, uitgekozen, had een prachtige aanvraag. Wij gaan dat met elkaar, gaan wij het komende plantseizoen, januari, gaan we het eerste bosje gaan we planten. In totaal komen er 3 bosjes en de gemeente gaat nog een 4e aanleggen. En dat komt waarschijnlijk bij Julianadorp te liggen, zodat alle wijken in Den Helder een eigen tiny forest hebben. Daar wordt de school bij betrokken die in de buurt is, daar worden bewoners bij betrokken. Dus het wordt een bosje van iedereen. Mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het is volgens een innovatieve bosbouwmethode, waardoor zo'n bosje ook sneller groeit en vaak ook dichter begroeid is. Dus het biedt gewoon heel veel mogelijkheden als bijvoorbeeld een buitenleslokaal. Nou, de eerste? Die komt bij de Freesiastraat. Die komt als eerste nu in januari, wordt die geplant. En dat gaan we met de kinderen doen, dus dat wordt weer een heel feest en een happening. We proberen ook die kinderen dusdanig te betrekken dat ze ook eigenlijk Tiny Forest Rangers zelf worden. Dus ook onderzoek doen in het bos, bijvoorbeeld naar biodiversiteit, want dat is wel een redelijk probleem momenteel, dat hij achteruit gaat in Nederland. Vandaag dit moment hebben om te tekenen voor Tiny Forest in een periode waar we in Den Helder toch ook heel veel kappen noodgedwongen. Dus het betekent ook voor de gemeente Den Helder dat we eigenlijk wel staan te trappelen om ook te starten met die Tiny Forest. Maar het betekent wel dat we rekening moeten houden met klimaatbestendigheid en duurzaamheid. Het mooie van Tiny Forest is ook dat we de jeugd heel goed kunnen betrekken. Van de Helderse Vallei waar we hier zitten, de Milieu-Educatiecentrum, dat is natuurlijk onontbeerlijk in dit geheel. Ik denk dat dat bij het ontstaan van die Tiny Forest en het geven van onderricht en begeleiding ervan. Nou ja, dan geef je elkaar een hand en dan geef je elkaar de kennis. Proost op de Tiny Forest die we gaan ontwikkelen. En ik wil ook niet onverlaten, ik wil nog een felicitatie uitgeven aan de stichting Steenbreken Tuindorp, die een eervolle vermelding hadden gehad voor wat ze dan bij de tuin hadden gehad. Kijk aan. Op een groene relatie. Zeker. Proost.